Goedendag. Je kijkt naar de weerswachting van Weerblazer.nl. Boven Nederland ligt nog steeds de storing die gisteren langdurig voor de regen, motregen en later ook natte sneeuw zorgde. Die storing levert vooral in het oost en zuidoosten nog zeer lichte sneeuwval op. In het westen en noorden begint de dag met mist en vorst, maar in de loop van de dag lost de mist op en dan gaat de zon geregeld schijnen. In het noordwestelijk kustgebied kan wel een wintersbuitje vallen. Temperaturen vanmiddag zo 2 tot 5 graden en er staat weinig wind. Vanavond breiden de opklaringen zich uit, gaat het kwik plaatselijk alweer onder het vriespunt komen en in de nacht is het dan in het hele land onder nul. Lokaal kan weer mist ontstaan en er is kans op gladheid. Morgen overdag hebben we het droog weer. De zon schijnt geregeld en de temperatuur loopt op naar zo'n 2 à 3 graden. De wind neemt in de loop van de dag iets in kracht toe, maar het blijft dus wel overal droog. Dat geldt ook voor de woensdag waarschijnlijk. Misschien in het zuidwesten een winters buitje, maar die kans is vrij klein. Temperaturen slechts 1 of 2 graden en in de nacht hebben we weer vorst gehad. Aan het einde van de week neemt de kans op neerslag toe, maar wat er gaat vallen en hoeveel, dat is nog onzeker. Temperaturen blijven iets boven nul. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.